Hey, dag beste collega's. Daar zijn we weer met een schitterend webinar. We hebben weer een supermooie gast voor jullie geregeld. Iemand met een bijzondere staat van dienst. Een staat van dienst die langer is dan die van Debbie Vissers, Hans Strik en Ad Willemsen bij elkaar. Wij kunnen een hoop van deze man leren. Het is tijd om hem erbij te roepen. Sinterklaas, bent u daar? Sinterklaas? Ja, zeker, Joris. Oh, dag allemaal. Dag. Sinterklaas, u moet eventjes uw video aanzetten. Mijn video aanzetten? Zit links onderin, als het goed is. Staat een cameraatje? Even zoeken, hoor. Dat is allemaal nieuw voor mij, Joris. Wacht even, hoor. We hebben de tijd, Sinterklaas. Doe rustig aan. Met die knopjes. Wacht even, Joris. Hallo? Hallo? Ja, Sinterklaas, we zien u. We zien u luid en duidelijk. Zien u hartstikke goed. Dag allemaal. Oh, hier zijn we. Daar ben je, jongens. Hallo. Dag. Hallo. Ben ik ook goed te horen, jongens? Ja. Het ging net hartstikke Hallo? Goed. Ga maar terug. Okay. Hartstikke goed. Oh, gaat goed. Oké. Nou. Sinterklaas, hoe gaat het met u? Vertel je weer. Het gaat heel goed met mij, jongens. Leuk dat je het vraagt. Het gaat eigenlijk altijd goed met mij, hè? Maar vooral zo rond mijn verjaardag. Dan gaat het extra goed met mij. Nou, hartstikke goed. Fijn dat u even tijd voor ons wilde maken bij Bovemij. Ik heb van tevoren wat vragen uitgezet. En ik moet zeggen, er zijn ook wat kritische vragen op teruggekomen. We gaan gewoon beginnen en dan zien we het wel. De eerste die is van Team Corona. Sinterklaas, er wordt aangeraden niet naar het buitenland te gaan. En toch bent u hier. Kunt u daar iets over vertellen? Heeft u overwogen om niet te komen? Vertel eens. Nou, wat een goede en trouwens ook een terechte vraag, hè? Ik kan zeggen dat ik hier heel veel meetings met de hoofdpiet over heb gehad, hè? Should I stay or should I go, hè? Ja, nou, wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven is dat we ervan overtuigd zijn dat wij voor de hoognodige geestelijke ontspanning zorgen, hè? Dat alle kindertjes en ouders nu even niet bezig zijn met corona of werk, maar even zinnen kunnen verzetten, hè? Dat ze even mild kunnen zijn voor zichzelf, hè, Joris? Kijk, dat is goed om te horen. Fijn dat u er toch bent, Sinterklaas. Maar nog wel een vraag. Hoe zit het dan met uw thuiswerkbeleid? Hoe gaat dat? Nou, in Spanje hadden wij dat piekfijn in orde, Joris. Maar ja, nu zijn we op zakenreis. Ja, daar moet er natuurlijk geen sprake van zijn, hè? Maar met onze werkwijze lopen we weinig risico om het virus op te lopen of te verspreiden. Ja, we werkten al veel 's nachts en dat blijven we natuurlijk ook gewoon doen, hè? Ja, helder verhaal. Ik heb nog een kritische vraag van de heer of mevrouw Anoniempje. Hallo, Anoniempje. Sinterklaas, het kostte weer aardig wat moeite om in Nederland te geraken dit jaar, hebben we allemaal kunnen zien bij het Sinterklaasjournaal. En dat is niet het eerste jaar dat dat gebeurt. Ik ben benieuwd naar de manier waarop u binnen uw organisatie werkt. Is het geen idee om met Lean of Agile te gaan werken? Sorry? Lean of Agile. Dank voor de suggestie. Ja, je moet de spanner een beetje inhouden, niet? Hè? Ik zie onze organisatie als een leerschool. Een plek waar mijn pieten zich kunnen ontwikkelen. Fouten maken mag niet alleen, het moet. Ja, want ze moeten leren. Hè? Zo leren zij. En zo gaan we ook samen vooruit. Ik ben een dienend leider die de kaders neerzet en de richting bepaalt. Die richting is Nederland. Hè? En tot op heden ben ik elk jaar nog op tijd gearriveerd. Daar komt bij dat zowel klant als medewerker tevredenheid gigantisch hoog is, hè. Ik zie dan ook geen enkele reden om onze werkwijze aan te passen, hè. Oké. Ja, daar ben je. Oké. Ik hoorde je niet meer, Joris. Ja, nee, hartstikke goed. Ik ben er ook nog steeds. Hey, de volgende vraag komt van onze raad van bestuur, die druk bezig is met haar platformstrategie. Waarbij consumenten via bovag.nl bij onze mobiliteitsbedrijven terechtkomen. Sinterklaas, hoe kijkt u naar die platformstrategie? Nou, vind ik enorm goed plan, hè? Het is namelijk exact wat wij al jaren doen, hè? Wij doen eerst bij alle kinderen de speelgoedfolder in de bus. En daarna kunnen we met Pieter met het verlanglijstje naar de winkel. En dat werkt gewoon perfect. Nou, het is mooi om te horen dat wij dat voorbeeld kunnen volgen. Sinterklaas, u bent enorm druk in deze tijden, dus we houden dit webinar ook erg kort. Mijn laatste vraag eigenlijk alweer. Wilt u nog wat tegen alle Bovemianen zeggen?
Joris, moet ik nou voorlezen wat je me gemaild had, of niet? Ja, Sinterklaas. Over die kerstdiefee mee? Ja, Sinterklaas, ja. Nou, vooruit, daar gaat hij. Ik maak niet graag reclame voor de kerst, maar voor deze ene keer, Joris, omdat jij het bent. Hè. Komt allen op 10 december allemaal naar het online editie van het kerstdiefee mee. Hè. Dat mag je niet missen. Dankjewel Sinterklaas voor je tijd en antwoorden. Namens heel Beauvais mij een heel fijne verjaardag gewenst vandaag. En alvast een voorspoedige reis terug naar Spanje. Dankjewel Joris. En volgend jaar gewoon weer face-to-face en handjes geven. Hè? Nou, dag hoor. Dag. Dag hoor. Dag.